Oh, ik kan niet geloven dat we hier niet eerder aan gedacht hebben. Yep, als we alle kanten tegelijk opkijken, krijgt de vloek geen vat op ons. Mijn kant is oké. Links ook oké. Goedemiddag, meneer Kiespijn. Buenas tardes, senor Kiespijn. Ik geloof dat ik nu toch een bril nodig heb. Huh? Daar is een auto! Haha, lekker. Nu jij weer vloek. En het fijne is dat we dit maar 1000 jaar hoeven vol te houden. Hier oversteken? Kunnen we al? We kunnen. Was dat nu? Die jeugd van tegenwoordig ook met een disco omdraaien? Zeg, lekker pasteetje, lekker zeg. Toen ik vanochtend opstond, was er niks aan de hand. Een mooie dag. Maar nu blijkt dat mijn eigen moeder geen mens is, maar een monster. En ik ben vervloekt voor 1000 jaar. Ah joh, dat is voorbij voor je het weet. Nou, het is mijn dagje wel. Het is mijn dagje wel. Hé, waar ga je nu naartoe? Naar huis. Als ik de vloek voor jullie kan opheffen, ben ik opgelucht. Om te beginnen geef ik de amulet netjes terug. Stop! Samen uit, samen thuis, Rita. En daarom moeten we samen het monster onder ogen zien. Of tante Lydia. Weet je wat wij zeggen in Costa Rica? Samen staan we sterk. Bedankt. Dat is lief van jullie. Ja. Pas op, monsters en mensen. De vervloekte vrienden geven het niet op. Oh nee, niet weer. Ik denk dat ik maar weer de vuilnisbak in moet duiken. Oh, kijk, aardbei. Eeuw, dat was geen aardbei.